Wat denkt u als u dit ziet? Nou, dat het hartstikke goed is dat Trump Poetin uitnodigt in het Witte Huis. Dat ze met elkaar gaan praten. Ik zit er echt heel anders in. Want het rondje Trump-bashing wat hier aan deze tafel elke avond zich afspeelt, daar heb ik niet zoveel mee. Ik zit hier niet om Trump te bashen. Nou, bij de mensen uit die hun mening daarover mogen geven. Vanavond valt het mee, maar meestal is het wel zo. En, ik kijk, dat is niet de insteek hoor, op het moment dat ik Trump-nieuws behandel. Dat is gewoon wat de gasten zelf daarvan vinden. Ja, nee, prima. Maar ik zeg wat ik ervan vind. Uiteraard, graag. Dus ik vind dit heel spannend. En wij weten natuurlijk niet wat er gebeurd is, want deze meneer die wekt de indruk alsof hij niet weet dat die uitnodiging naar Poetin gegaan is. Maar wij weten ook niet of hij dat inderdaad niet weet, of misschien wist hij het wel. Misschien speelt hij ook wel toneel. We hebben geen flauw idee. We weten ook nog steeds niet wat er in Helsinki gebeurt. En als we kijken naar de track record van Trump, dat hij vaak zonder overleg met zijn mensen, met zijn organisaties, via Twitter dingen bekend maakt, dan schat u de kans in groter dat Trump het niet van tevoren tegen Coats heeft gezegd, of dat Coats nu toneel speelt? Ja, ik ben geen grote fan van die man of zo. Maar ik probeer altijd even te kijken wat zit daarachter. En ik hou wel van dat onorthodoxe, van die onorthodoxe aanpak van.